En welkom bij Iedereen Vond Dat Leuk, jouw wekelijks podcast over games, tech en cultuur. Mijn naam is Kevin Rombouts en vandaag praat ik met Robert Somers. Hallo, hallo. En Tom Kouwenberg. Hallo daar. Alles lekker, jongens. Ja, veel te warm wel. Wel te warm, ja, het wordt nog warmer. Het wordt nog warmer, inderdaad. Dit weekend gaat afzien worden, dus haal die ventilatoren maar uit de kast. Het is nodig. Ja, dit is wel heel Nederlands dit. Voor de aflevering om de schaduw te luisteren, ja. Dit wordt onze OnlyFans aflevering met alleen maar ventilatoren. Heet? Ja, nee, heet take, maar we gaan het wel over iets cools hebben. We gaan namelijk de kerkers in van Diablo, want Diablo 4 is eindelijk uit. Binnen de redactie is de hype groot, waarbij Robert zich sinds dag 1 eigenlijk de dungeons aan het verkennen is. Tom daarentegen is redelijk nieuw tot de serie, of in ieder geval Diablo 4. Maar even enthousiast. Ikzelf daarentegen heb helemaal niks met dungeon crawlers, dus ik laat me graag overtuigen door jullie vandaag, jongens. Dat gaat lukken. We moeten een sales pitch doen voor heel Diablo? Ja, eigenlijk wel. Dat is wel. We kijken aan het einde even terug hoe ver ik overtuigd ben. Ja. Voordat we dat gaan doen, eerst even wat nieuws. We beginnen vandaag met twee korte huishoudelijke mededelingen. Allereerst Summer Game Fest. Als jij luistert, dan is Summer Game Fest al geweest. Wanneer wij opnemen, is Summer Game Fest nog niet geweest. Wij gaan zo kijken na deze aflevering, na de opname. Dus wij weten nu nog niks. Volgende week komen we er uitgebreid op terug. Tweede puntje. Als je onze podcast wil helpen en ook Pixel Vault in het geheel, dan kun je nu nog meedoen aan ons lezersonderzoek. Daarvoor ga je naar onze website of de Discord-server. In de show notes komen ook een linkje natuurlijk. Help je ons en maak je ook meteen kans op een leuke bol.com cadeaubon. Meedoen kan nog tot 11 juni. Hij is niet lang, hè? Dus gewoon even invullen. Nee, gewoon even invullen. Gewoon ik dacht dan meteen, nou, er komt een plugin naar onze Patreon van, dan kun je ons helpen. Dat kan natuurlijk ook. Maar kan ook. Lezersonderzoek is niet zo belangrijk. Ja, ja, precies, ja. Precies. Dan echt nieuws deze week. Apple heeft eindelijk zijn VR-headset uit de doeken gedaan. Yay! Tom, jij hebt daar vast een idee of een mening over. Ja, want ik vond hem er fucking vet uitzien, want hij lijkt gewoon één op één op een skibril. Dus ik had zoiets van, dat ik vind dat ook heel vet met het snowboarden van die mooie blitse brillen. En dit ziet er wel aardig high-tech uit. Ja, de bottom line is, het ding werd onthuld natuurlijk op het grote Apple-congres. En dan komt die prijs er ook onder te staan. En, die reactie was niet Dan weet je weer dat het een Apple-product is. Ja. Het is weer een nieuwe sector die Apple instapt. En dat doen ze altijd helemaal bovenaan. Dus dit is een super deluxe, ik denk ook wat meer op de professionele markt gerichte AR-headset ook wel meer. Te proberen en om developers ermee te laten spelen en echt gewoon de enthousiastelingen enthousiast te maken. Ja, is en dan voor het grote publiek. Nee, want het grote publiek gaat er niet de $3500 in steken. Nee, dat is dan nog zonder de BTW. Hè? Dus, dit is Amerikaanse prijzen. Ja, ik vond het wel grappig, want het is, nu doet Apple het. Dus nu is het relevant. Nu is het weer echt zo'n VR en AR is weer in een volgend stadium. Ja. Maar ik vond het meteen grappig, omdat ik zoiets had van, dit is toch de HoloLens van Microsoft, jongens? Of is dit niet... Heeft Microsoft dit niet 6 jaar geleden ook geprobeerd? En ja, was laten het stikken? Nee, was toch niet alleen voor het leger? Was toch ook heel erg gericht dat werd op... Dat werd het uiteindelijk alleen voor het leger. Ja, maar ja, nee, Xbox 360 controllers ook gebruikt om drones mee te besturen. Dus dat... Microsoft en het leger... Nee, laat maar. Wow. Conspiracy theory. Kijk, HoloLens was echt een augmented reality bril natuurlijk. Dat was echt gewoon een open bril eigenlijk, waar dingen op het display werd geprojecteerd voor je ogen, maar je kon er gewoon onderuit kijken. Dit wordt wel echt een VR-bril. Ja, maar ook met een focus op AR, zeg maar. Dus het is een mixed reality, zoals ze dat noemen. Het is, je kijkt echt tegen displays aan. Dan zitten twee 4K micro OLED displays in. Twee beeldschermen waar je ogen van gaat raden, zo'n beetje. Op een goede manier. gaan we vanuit. Maar er zitten wel 12 camera's in waarmee je alles om je heen kan zien. Je handen worden goed in de gaten gehouden voor handsgebaren, dat soort dingen.
Ja. Dus het is wel echt, je kijkt wel echt door een VR-bril heen in plaats van dat je door een AR-bril heen kijkt. Ja, nee, oké. Okay. Ja, maar in de weet je wel, de mooie renders en de video's die ze maken, had ik heel erg zoiets van, dit is toch de belofte is hetzelfde. Maar eigenlijk, dit is nog iets groter dan. Nou, ik denk dat het misschien iets meer een AR-bril nu lijkt, omdat Apple nu even, ze tonen nu voor het eerst, dus developers hebben er ook nog niet naar kunnen kijken. Ja. Externe developers, appmakers, et cetera, gamemakers. En ik denk ook dat ze vooral zelf wat AR-dingen konden laten zien en niet zo heel veel VR-toepassingen nog zelf hadden. Nee, dat is... En dat op het moment zometeen dat de gamemakers bijvoorbeeld ermee aan de slag kunnen, dat we dan misschien over een aantal maanden, want hij moet ergens begin volgend jaar uitkomen, ze hebben nog even de tijd, om dingen te gaan porten en zo, dat je dan misschien wel meer games gaat zien en ook meer die VR-kant van deze bril duidelijk wordt. Ja, en volgens Death Stranding komt er naartoe, sowieso. Dat is al iets. Precies, ja. Ja, komt Death Stranding naar de Vision Pro of komt die gewoon naar Mac? Want volgens mij was dat niet per se Mac of Vision Pro gerelateerd. Zoals zo, ja. Maar gewoon dat was Mac voor M2. De ondersteuning voor de M2. Er zit inderdaad een M2-chip ook in de Vision Pro. Maar daar wordt dat dan ook... Die game niet opeens VR mee. Nee, precies. macOS applicaties puur willen gaan draaien, waarschijnlijk niet. Daar zal wel iets aan moeten komen. Was wel een andere interessante push inderdaad, dat Apple meer wil gaan doen weer met games. Door Hideo Kojima op het digitale podium, zeg maar, te krijgen. Ja. Dat was op zich wel een interessante move. Nieuws daarvan ook is, ze hebben een eigen, een beetje rendering engine. Of tenminste een... zo'n vertaalslag, hoe heet die op Linux ook alweer momenteel, die Steam veel gebruikt? Proton. Ja, Proton. Ja, dat zijn ze eigenlijk ook aan het doen voor Mac nu. Ja, En ik heb al beelden gezien dat ze mensen ondertussen met de developer beta Cyberpunk en nog wat Diablo volgens mij ook al draaiende hebben. Dat hopen we in ieder geval wel, maar daar gaan we zo nog op terug. Ja, daar gaan we zo nog op terug. Maar ik zag al beelden van Cyberpunk. Liep niet nog heel soepel. Maar goed, het niet de makkelijkste game. Dat ook is ook niet een makkelijkste game. Maar goed, de eerste stappen zijn er en dat is wel interessant natuurlijk. Ja, en ook in Vision Pro virtueel gamen. Dan dat je een controllertje in je hand pakt en dat je dan doet alsof er een PlayStation een heel groot scherm voor je staat. Dus dat soort dingen hebben ze dan wel in mee. Apple heeft natuurlijk zijn Apple Arcade en die games zullen ze vooral pushen. Maar dat zijn wel iPhone en iPad games, dus... Ja, ik zag dat en ik dacht, hier wil je gewoon volwaardige console ervaringen op pushen, nog even over die Vision Pro. Hij is dus ook, de bedoeling is dat hij vooral draadloos werkt, maar hij gaat ook maar echt 2 uurtjes mee of zo. Dus dat voelt voor velen toch als het kantelpunt. Ja, je kunt er nog een soort van inderdaad een powerbankje aanhangen. Nee, dat moet. Oh, dat moet. Er zit geen batterij in de headset. Die battery pack is de enige manier om hem draadloos te gebruiken, zeg maar. Dan doe ik draadloos. Dat voelt wel heel on-Apple. Ja, volgens mij dus omdat ze hem dus Apple-esque wel gemaakt hebben qua kwaliteit. Dus het is net als met hier grote headphones die ze hebben. Dus echt helemaal van metaal en dure, zware materialen. De specificaties van het ding zijn sowieso ook fantastisch. Zeg maar, het is een heftig ding. Relatief klein wel, maar zware materialen. Dus hij is denk ik al redelijk zwaar. Eén ding dat er gewoon geen mogelijkheid was om daar een batterij in te gaan krijgen die langer dan 10 minuten. Plus, ze willen het ook met de focus op de zakelijke markt. Je kan hem aan de battery pack gebruiken, zeg maar. Of tenminste, dat is een manier om hem van je bureau af te gebruiken. Maar er komt, als het goed is, ook gewoon een power supply-achtig ding, wat je bij je bureau, erin, zeg maar. Ja. Ja, dat je als het ware aan de muur zit, om het zo maar te zeggen, gewoon aan de kabel, aan de muur vast. Of aan je bureau. En dan kun je hem gewoon achter je bureau heel de dag door gebruiken, want dat is ook een visie die Apple heeft, dat je hem gewoon 8 uur per dag op zou kunnen hebben. Ik hoop niet dat die realiteit snel komt, maar... Ja, het voelt een beetje dystopiaans, hè? Ja, dat is het wel. Maar goed, dus tot zover de Vision Pro, denk. Wij moeten er sowieso nog even op wachten. Want hij komt in 2024 alleen in de States uit, in de VS. Daarna gaat hij pas uiteindelijk uitrollen naar de rest van de wereld. Dus het duurt nog wel even voordat hij hier in de Apple winkel staat, gok ik. Wel heel benieuwd wat hij gaat doen. Zeker. Ja. Dan van enthousiasme naar vijanden maken. Twitch is weer eens zichzelf mateloos onpopulair aan het maken door nieuwe advertentieregels. Robert, jij bent geen groot streamer, maar... ik heb dit wel een groot fan van onrechtigheid. Ja, dit is echt belachelijk. Twitch wil gewoon nog meer geld verdienen aan mensen die in principe de content voor hen maken. Op zich...
heeft, zeg maar, bijvoorbeeld in vergelijking met YouTube. YouTube betaalt heel goed voor video's, maar minder goed voor streams. Twitch is altijd wel de plek geweest waar je nog aardig betaald krijgt voor streams, voor abonnees, weet je, al die dingen. Maar heel veel streamers halen natuurlijk ook gewoon echt al veel binnen door gewoon sponsors in beeld te hebben. Dus door Logitech logo onderin te zetten. Of gewoon in tijdens je stream een advertentie te tonen. Omdat dat nou eenmaal de deal is die je met jouw sponsor hebt gemaakt. Dus er zijn meer dingen die nu gaan veranderen bij Twitch. Of in ieder geval die ze wilden gaan veranderen. Maar dit was een beetje de belangrijkste. Want die dingen die mochten nog maar 3% van het hele beeld in beslag nemen. Dus je kon nog ergens onderin nog heel klein het Logitech logo zetten. Maar dan moesten mensen wel weten dat het Logitech is. Want je mocht geen Logitech meer onderzetten. Of een product wat je dan wil aanprijzen. Dus daar waren streamers liant over. En ze vonden daar ook al best wel snel mooie omwegen mee. Want ja, als je het niet in beeld mag tonen, dan kun je het ook gewoon zeggen, nou ja, maar dan zet ik gewoon achter mijn stoel een hele grote Razer banner neer. En dan heb ik alsnog aan mijn sponsor deal voldaan. Maar ja, heb ik wel mooi de regels van Twitch omzeild. Maar goed, hier kwam zoveel backlash op dat ze volgens mij inmiddels alweer gaan een beetje terugkrabbelen en zijn aan het kijken van, ja, misschien moeten we toch maar eens een keer met streamers in gesprek om... Maar goed, ze zijn nu keer op keer. Ja, dit is altijd iets. De afgelopen paar jaar heel snel goed weer aan het tijd aan het raken. Ja, maar dat is ook al toen met de hele de hot tub stuff is dat geweest. Ja. Met de partnerprogramma's. Er is altijd wel iets wat dan komen ze met een grote aankondiging en dan komt er weer zoveel backlash op. En het voelt toch wel een beetje, dat is heel cliché om te zeggen, maar dat ze heel erg out of touch zijn met hun... Dat zijn ze heel erg. Ja, degene die dit bedenken, die hebben daar niet over nagedacht en weten niet wat de gemiddelde streamer, hoe die zijn business runt, zeg maar. Want er voor heel veel mensen werk en inkomen. En ja, natuurlijk heb je aan de top een hele hoop mensen die daar heel erg rijk van worden. Die misschien niet een sponsordeal nodig hebben of die genoeg hebben aan de subscribers. Maar ook daar, voor hun ook, weet je, ook aan de top is het van, als zij rijk hiermee worden, dan is dat een goed recht. En Twitch probeert hier nu gewoon nog meer geld te vangen. Of af te romen eigenlijk van het werk wat andere mensen doen. Het geld weg te halen bij de streamers en in eigen zak te steken. Dat is het werk van Jeff Amazon. Ja, maar ja, je ziet het natuurlijk bij alle grote bedrijven. Jeff Bezos is natuurlijk zo'n graaier. Maar je ziet het nu ook met de schrijverstakingen in Amerika, die natuurlijk niet meer schrijven voor de grote Hollywood studio's. Hetzelfde verhaal. De streamingdiensten, de streamingmensen die betalen schrijvers steeds minder en slechter uit. Terwijl ze zelf steeds meer winst maken. Dus ja, ze proberen zoveel mogelijk uit mensen te trekken. Wat gaan we eraan doen? Staken helpt dus in ieder geval in het geval van die schrijverstaking. Ja, maar met zo'n Twitch is dat... Twitch is veel lastiger. Dan wordt zo'n Exodus voorgesteld, maar zo'n Kick of andere, weet je wel, een mixer, een post terug. Dat YouTube gaming, hele post terug. Het is dat, maar dat is een beetje het probleem. Er moet een goed alternatief komen. Ja. Hoe heet die dienst van Microsoft ook alweer? Ja, dat was Mixer dus. En dat was voorheen... Mixer. Je hebt toen Ninja gekocht of zo? Beam Pro. Ja, die hadden Ninja overgehaald en Shroud en volgens mij Asmongold Gold of nog een grote naam. Ze hadden echt wel wat headhunting gedaan, Ja, je hebt maar nu Kick die een beetje furoren maakt, maar er zit ook wel een beetje degene die al van Twitch afgeschopt. De shabby types, Die waren al van Twitch afgeschopt, omdat ze zich niet aan de terms of service houden. Het Australië van Twitch. Ja, en dan hebben we het zeg maar niet over, ik had het een grote banner in beeld, maar je zet de N-word on stream, weet je wel, dat soort dingen. Dat soort repeatedly. Dus, gaming moment. Ja, dus de Kick is niet zeg maar een hele fijne plek op dit moment. Dus daar moet ook wel echt wat veranderen voordat er serieuze concurrent kan worden. Maar die hebben we wel nodig. Ja, dat is ook iets wat ik afgelopen week nog op Twitter hoorde. Van hetzelfde met de hele Exodus die zou plaatsvinden op Twitter, weet je. Ja, we zouden allemaal heel hard naar Mastodon en Blue Sky en het allemaal maar opgaan. Uiteindelijk zit nog steeds iedereen op Twitter, weet je. Omdat er gewoon nog geen goed alternatief is waar we opnieuw samen kunnen komen. Dus blijf je maar terugkomen op Twitter. Amazon, Twitch, precies hetzelfde natuurlijk. Ja. Nou, YouTube is misschien nog dat alternatief voor Twitch, maar dat is ook altijd een beetje de kleinere partij geweest en niet zozeer op de gaming meer. Ja, YouTube is bepaalde andere fronten weer heel erg moeilijk. Ja. Ja, dat en het is ook gewoon, gaming is niet de focus van Google. Nee. Dan gaat het ook, onder andere. Oef. Doet weer pijn. Ander geniepig ding wat nog in de nieuwe regels stond, dat zag ik op Twitter ook voorbij komen. Ze hadden ook een nieuwe regel bijgestopt dat als je wou stoppen met het partnerprogramma of het affiliateprogramma, dan moest je zelf nog eens $25 aan Amazon betalen. Aan Twitch. Huh? Dus ze lopen je eerst heel de tijd te pushen om in dat
affiliate-programma te komen, de partnerprogramma. En als je daarmee stopt, dan is het van, nou, dan willen we graag nog wat geld van je, anders mag je niet weg. Ja, dat is niet helemaal het werk, jongens. Je kunt toch ook gewoon weggaan? Er is geen contract of zo? Of ja, het is wel een raar contract trouwens. Ja. Dus, je tekent contract en je moet belastingaangifte erover doen. En dat soort dingen. Dus het is, maar het is hetzelfde verhaal als met Twitter van, ja, Twitter Blue gaat betalen omdat wij content genereren. Ja, sorry, dat is niet hoe deze transactie werkt. Ja, precies. Nee. Oké, dat was dan het bijzondere nieuws van deze week, kunnen we het denk maar beste noemen. Dan gaan we door naar ons hoofdonderwerp. We gaan de kerkers in van Diablo. Ja, Diablo 4. Ik ben geen groot Diablo-fan. Laten we daar gewoon mee aftrappen. Want dat je bent een hater. Ik ben geen hater. Ik ben geen hater. Ik ben er gewoon nog nooit enthousiast van geworden. Ik heb ook, moet bekennen, ik heb nog nooit een Diablo-game gespeeld. Omdat het mij niet zo aanroept. En als ik de gameplaybeelden ook zie, dan word ik niet per se Liont enthousiast. Maar daar zijn jullie vandaag hiervoor, Robert en Tom, om daar verandering in te gaan brengen als expert en nieuwkomer. Ja, ga me vertellen, wat is Diablo 4 en why should I care? Wil jij die doen, Robert? Met heel veel lore nu en dan dat je... Of ik zal hem gewoon omhalen als nieuwkomer? Nou ja, ik kan wel een vergelijking trekken, want ik sta er een beetje... Stond er ooit een beetje, hebben we het dus over 15, 18 jaar is geleden... Want zo oud zijn we inmiddels. Maar, vroeger! Een vriend van mij die speelde Diablo 2. En ik had ook altijd zoiets van, ja, het lijkt me heel leuk. Maar die grauwe wereld en al die demonen, dat hoeft mij niet, weet je wel. Ik was meer van, geef mij mijn elfen en dwergen, dat vind ik veel leuker. Er was ook een alternatief, heette Sacred, geloof ik. Ook zo'n top-down actie-RPG. Maar die was minder goed. Dus die wilde mijn vrienden niet spelen. En op zich ook wat recht. Dus uiteindelijk hebben ze het toch maar overgehaald tot Diablo. Was zo'n Duitse game, toch? Ja. Volgens mij zeker. Ja. Die Duitse games, toch? Ja. En dat, als je daar helemaal in komt, dan klikt dat zo lekker. Nou goed, toen kwam Diablo 3. Daar waren heel veel fans niet blij mee. Ik wel, want het had net een ander kleurenpalet. Net iets mooier, net iets rijker. Maar ja, dat vonden dus heel veel fans iets leuk. Want die wilden juist die duistere shit in die donkere shit. En wat misschien ook wat tragere gameplay van Diablo werd helemaal verworpen met Diablo 3. Dat was allemaal snelle actie. Veel cijfers, veel monsters op het scherm en hard gaan. En nu zijn we dus Diablo 4. En die gaat eigenlijk weer qua duisternis dus terug naar dat tweede deel meer. Dus het is allemaal echt een beetje gory. De wereld is depressief. Wat je al zegt, Kevin. Als je naar de gameplaybeelden kijkt, word je niet vrolijk. En dat snap ik. Nee. Maar toch het is echt een grauwe boel. Het is een grauwe boel. Maar op het moment dat je door die wereld heen gaat lopen, is eerst wat opvalt. Hoe ontzettend mooi deze RPG is. Het is echt bizar. Ik heb de beta gespeeld. Toen had ik daar al wat over gezegd in mijn hands-on. Die zal ik ook linken. Maar de details die in deze wereld zitten. En als je alleen al zeg maar bijvoorbeeld bij een smid komt. Dan staan daar allemaal props omheen en dingen. Het is allemaal zo rijk aangekleed. En zoveel, er is zoveel, overal zoveel aandacht aan besteed. En dan ga je vervolgens zeg maar vanaf de bovenwereld. Ga je zeg maar die diepe dungeons in. Waar Diablo onbekend staat. En dan zitten daar dieptes in en vergezichten. En nou ja, het is echt prachtig. Er zitten details in die game. Het is onvoorstelbaar. Dus alleen daarom al zou ik zeggen, van dan moet je er gewoon een keer doorheen lopen om dit een keer te zien. Want ze hebben hier denk ik wel, voor het niveau dit soort games, een nieuw niveau aangetikt, wat mij betreft. Ja. Er zijn ook niet zo heel veel mensen meer die het doen, toch? Dit stijltje RPG. Nou, je hebt natuurlijk Path of Exile, wat toch heel groot is, maar natuurlijk wel wat ouder. Het is meer een game, hoe noem je dat? Een game service? Game as a service? Ja. Ja. En ik zit te denken V Rising, maar het is wel een beetje een niche geworden natuurlijk, dit soort dingen. Ja, natuurlijk Hades is natuurlijk andere... wel met zijn eigen unieke stijl. Die was ook heel mooi. Maar op een andere manier. Nee, dus je merkt die wel, net als met bijvoorbeeld met Red Dead Redemption, je hele wereld klopt je op, zeg maar. Alles klopt dan. Ja. Voor iedereen die drie mensen die luisteren en niet weten wat Diablo is... Wat is Diablo? Kunnen we even, want we hebben het nou over een duistere, donkere, grauwe wereld. Dat geeft een duidelijk beeld. Wat moet ik verder bij Diablo denken als niet-kenner, zeg maar? Ik heb dan beelden gezien, maar wat als je nog helemaal geen beelden hebt gezien, nog helemaal niks van Diablo 4 weet? What the fuck is Diablo 4? Het is dat isometrische perspectief. Dus je kijkt van een beetje schuin bovenaf, kijk je gewoon op jouw karakter, jouw personage. En ga je die wereld in, ga je demonen in elkaar beuken, kleine sidequests doen, groot verhaal oplossen.
En het is nog steeds wel wat Robert zegt. Het is nog steeds wel een RPG met wat Diablo 3 dus ook had. Dat het heel snel gaat en dat je heel veel nummertjes ziet. Het is nog steeds heel veel nummertjes, want Het is een vrij diepe RPG. Maar ik snap wel, als Robert zegt, het is wat slepender. Want het is, ja, je speelt van bovenaf. Je bent gewoon dungeons aan het clearen. En het is leuk om te levelen en nieuwe powers te krijgen. En nieuwe loot. Stukjes kleding heel, te krijgen. Heel veel loot. Ja, gewoon voortdurend weer in die C spammen om naar je character te gaan. En dan weet je, oh, dit, oké, okay, junk. Ik durf bijna te zeggen dat, okay. Dat hier meer loot in zit dan in Destiny 2, Kevin. Dat weet ik wel zeker. Maar het is diezelfde loop, diezelfde van... Ja. Je gaat ergens een monster afmaken, daar krijg je een hele hoop XP en loot voor. En daarmee word je personage weer sterker. En eigenlijk voordat je de volgende... Dan doe je weer de dungeon, heb je eigenlijk al die gear heb je alweer vervangen met sterkere dingen. En elke keer wil je verder. Dat maakt het leuk. Kill stuff, numbers go up. Ja. Ja. Maar het is wel... Het klikt ook wel heel snel, want ik ben dan dus... ik heb wel eens wat Diablo gespeeld, maar ik ben er nooit actief voor gaan zitten. En dit was dan het deel dat ik dacht van, oké, dat wil ik echt een keer proberen. En als relatieve nieuwkomer, het is gewoon heel snappy. Het voelt heel snel, heel fijn. Ook, het is natuurlijk een power trip. Hè? Het is wat Robert zegt, je gaat loot pakken, je wil steeds sterker worden. Maar al vrij vroeg in de game krijg je echt dat gevoel van, oh, ik kan wel een beetje lekker door enemies heen klappen. En als je een nieuwe skill krijgt, dan, oh, dit combineert wel weer lekker met die andere skill. Of daar heb ik nou net een ring voor gevonden. Die loop is heel satisfying en die zit heel snel, ik denk dat dat mij sneller opslokte dan de wereld, want die is inderdaad deprimerend, maar die loop, dat klikt op mij, zeg maar. Ja, zeker inderdaad wat je ook zegt, als je dan een power hebt inderdaad voor je personage en die loopt lekker, maar dan krijg je opeens net een item waar dan een modifier op zit voor die power. Dus daar heb ik dus bijvoorbeeld een speel met een druid en die heeft dus zeg maar een grote smash moment, die voorpoot slaat hij op de grond. En dan slaat hij zich bij de directe vijand die voor hem staan helemaal tot moes. Heel erg satisfying. Ja. Maar ik had dus een item gevonden waarmee dus niet alleen hij met die voorpoten op die grond slaat en dan die vijanden tot moes slaat, maar dat er ook een soort van schokwolf door het level heen gegooid wordt, waardoor hij eigenlijk alle vijanden in zijn pad gewoon versplintert. Nou ja. En dat voelt... Dat voelt zo lekker. Dat is... Eerst dacht ik van, wat gebeurt er nu? Toen dacht ik, oh wacht, ik heb een ring blijkbaar die dit doet. Vet. Ja. Wat was voor jou, Tom, want jij zegt van Diablo 3 pakte mij niet. Wat was dan in aanloop naar Diablo 4 voor jou de trigger dat jij zoiets had van buiten de intense hype tijdens beta's en review? Want dat was het wel, want volgens mij kwamen de eerste reviewcijfers binnen. En het tikte niet Tears of the Kingdom niveau aan, maar het zat wel aardig in de buurt, zeg maar. Het was geen twijfelgeval meer. Het was zeker geen zesjeswerk. Wat was voor jou dan dat moment dat jij zei van... Ah, fuck it, let's go. Ik denk dat het ook wel iets is met dat ik... at the moment misschien door een beetje een Dungeons and Dragons vibe... dat ik ook weer zoiets heb van... Ik wil weer gewoon lekker rollen spellen. Ik wil inderdaad ook weer een druïde zijn of een necromancer. En ik wil weer gewoon een beetje leuke... questjes oplossen en zo, gewoon kleine, zo van, ik heb de zielen van ghouls nodig of zo. Dat ik denk van, hell yeah, dit leuk, tik ik even lekker aan. misschien is het omdat ik dan de laatste tijd te weinig D&D heb gespeeld, dat ik hiermee zoiets heb van, ik kan hier lekker een beetje een karakter in hebben en lekker levelen en leuke quest doen. Ik zit weer helemaal in die loop, dat is het gewoon. Ik bouw die loop en ik heb hem. Er zitten gewoon hele goede quests in. Het is zeg maar niet alleen maar gewoon de fetch quests in. Die hou je altijd en die zijn ook fijn. Maar er zitten ook hele leuke, zeker ook sowieso de main quest. We gaan Fenix over zich gewoon maar geweldig. Geweldige cutscenes met, die is wel bekend. De grote baddie Lilith. Fenomenaal, echt fenomenaal. Maar ook vooral de side quests vielen mij op dat die goed in elkaar zitten. En die echt leuke verhaaltjes hebben. Op een gegeven moment is er iets in het dorpje gebeurd. Dan ga je daar op onderzoek uit en dan blijkt er daar gewoon... Het blijkt er een kwajongen achter te zitten. Maar die dat al gedaan heeft om zijn oude vriend te eren. En dan ga je met die gast een stuk van de wereld door om dus punten af te gaan waar ze dan samen lol hebben gehad, zeg maar. Opeens een heel erg bijna tedere quest in een zeg maar veel te demonische en zware wereld. Ja. Maar die echt verrast, zeg maar. Dat heb ik nu al meerdere momenten gehad. Ik dacht, dit is eigenlijk leuk. Dit is een fijn verhaal. Gewoon heel goed gedaan. Heel goed geschreven ook. Er zitten veel verrassingjes in. Wat, wat,
wat ik opvallend vind, want ik heb hiervoor ook wat reviews zitten kijken, om wat onderzoek te doen en zo. Ik hoor jou hoor ik positief over het verhaal zijn. Jurian van Tweakers hoorde ik ook positief over het verhaal. IGN daarentegen, die noemde het een saai en nietszeggend verhaal. Wat ja, is dat? Ik heb hem dus nog niet uit, hè? Dus het kan zijn dat het helemaal klapt. Nee, oké. Ik heb Act 2 net klaar, dus ik moet nog even. Ja. Maar tot nu toe wordt het goed opgezet. Er worden in de verschillende acts, ja, ik kan het natuurlijk niet verklappen, maar ik zal het zo globaal mogelijk houden, wordt het in ieder geval. Wat ze doen is dat ze dus nieuwe personages introduceren, waar dan die dan op een of andere manier in contact komen met dus, die Lilith of zo. Ja. En er wordt altijd een hele goede connectie gemaakt met wat je dan vervolgens in het verhaal ziet en wat je vervolgens in de game gaat doen. Dus wie je gaat verslaan of waar je naar gaat. Ja, precies. Ja, ja, ja. Die verbindingen vind ik in ieder geval heel goed gedaan en daardoor stijgt het voor mij wel weer iets uit boven de vorige games. Want dan was het gewoon, er is een bad guy. En je moet eerst deze 600 bad guys verslaan voordat je die mag verslaan. Succes. Dat niveau zijn we wel. Het is geen verhaal als God of War of Red Dead Redemption, zeg maar niet dat niveau. Zeker niet. Het blijft wel gewoon een action RPG à la Diablo. Dit gaat geen Oscars winnen, laat ik het daarop houden. Maar ik was er zeker, ik ben blij verrast, laat ik het zo zeggen. Ja, het schrijfwerk voelt goed. Ja. En het is inderdaad, het schrijfwerk vloeit mooi over in het schrijven van goede quests. Want dat is inderdaad zijn vaak twee dingen. Je kunt een heel episch verhaal hebben en kut quests. En hier heb je toch wel het idee dat ze inderdaad goed in lijn zijn met elkaar. Ik ben dan veel minder ver, maar echt alles wat Robert zegt, ik zie van nee, ik voel dit. Nee, dat is mooi. Dus Robert, jij hebt dan ook nog niks van de endgame gespeeld of zo? Of heb je dat in de beta al wel kunnen doen? Nee, dat zoveel tijd heb ik helaas niet. Ik heb deze week goed doorgespeeld hoor, want ik lag een paar dagen ziek op bed. Dus ik ben bijna level 50, maar ik ben er nog niet. Ben je er nog lang niet? Nee. Oké, prima. Dan door naar misschien van al het positieve. De roze olifant, om het zo te zeggen. De roze demon, kan ook. Diablo 4 is always online. En zodra die twee woorden vallen, raakt de hele gaming-industrie altijd spontaan in paniek. Of in ieder geval, de gamers raken altijd spontaan in paniek. En terecht. Ja. Want het is always online. Ja, het is raar. Hoe pakt dat uit in Diablo 4 momenteel? Hoe was de launch? Laten we daar eens mee beginnen. Want een launch met een always online game bij Blizzard is vaak wel twijfelachtig. Ja, bij ook bij Blizzard. Dan moeten we eigenlijk zeggen dat Blizzard de afgelopen jaren de World of Warcraft launch is, wat ik de grote MMO van hen is, waarbij ze ook al het hele grote pieken hebben, over het algemeen goed zijn gegaan. En blijkbaar hebben ze dus wel de kennis uitgewisseld, want dit ging hier eigenlijk ook wel goed. Er was wat rubber banding, weinig klachten. Nog steeds wel, maar geen eeuwige queues, geen gekke dingen. Was volgens mij uiteindelijk bleek het tot de PlayStation 5 bleek een bug te zitten, waardoor je er niet goed in kwam bij launch. Dus dat was dan zeg maar de officiële launch op dinsdag. Maar dat bleek meer om een bug te gaan, want iedereen verder kwam er gewoon in. We hebben geen gekke server outages gezien. Ze hebben al wel wat hotfixes moeten doen en een beetje snel onderhoud. En wat ik dus zeg, er was zeker wel rond de launch dat iedereen meteen te inlogde. Wat rubber banding als je in de spelerhubs kwam. Dus als je dan met meerdere spelers op het scherm liep, dan had je wel opeens, kon je zien dat de servers het wat moeilijk hadden. En ook als er inderdaad dan opeens in de wereld ook iemand anders aankomt lopen, want dat gebeurt dus, dat je dus opeens iemand anders door je spel heen ziet lopen. Want dat is het nadeel van Always Online, of het voordeel, of interpreteer het zoals je wil. Hoe je het wil zien, ja. Dat je dan dus ook soms een klein beetje rubberbanding hebt. En dat is op zich niet zo erg. Want je denkt, dan word je een keer geraakt. Of misschien ga je zelfs een keer dood. Maar waar we zo nog op komen, er zit ook een hardcore mode in. Waarmee als je zeg maar doodgaat, ook echt dood bent. En je personage weg is. En dat is bij een aantal mensen gebeurd. Dus dat is natuurlijk wel vrij zuur. En ook mede daarom denk ik van, waarom heeft deze game Always Online? Als je ook gewoon prima, net zoals bij Diablo 3. Want dan kon je dit ook allemaal doen. Hè? Je kon gewoon co-op spelen, je kon gewoon andere mensen je wereld laten joinen en samen er doorheen rennen. Dus je kon al gewoon andere mensen zien. Dus waarom ze nu toch meer voor die soort van sharded MMO waar andere mensen standaard door je games rennen en dat je dus altijd een verbinding met internet moet hebben, dat ze daarvoor hebben gekozen, vind ik vreemd. Had ook niet gehoeven. Ook met het oog op altijd de het erfgoed, games als erfgoed, van hoe gaan we dit over 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar kunnen bewaren, nog kunnen spelen. Als de servers van Blizzard offline gaan, kan dat dus niet. Dus
Zeker bij games waar ik snap dat het misschien een... Nee, ik snap dat het misschien een main focus is, maar geef dan, zodra je de game opstart, weet je, een optie. Van deze game is standaard altijd online. Ja. Of naar de intro quest. En daarna van, wil je hem offline spelen, klik dan exact, hier. Exact, ja. Is wat... Maar dan mis je wel, want ik vind het wel tof dat die always online is, want op een gegeven moment merk je dat, van ik zit nou in zo'n hubwereld, er zijn ineens allemaal andere spelers erbij. Ik vond dat een heel tof moment om te zien. En natuurlijk dat je dan van die, wat zijn het, Legion challenges hebt. Ja. Dat er dan ineens in de wereld iets gebeurt. Heel Destiny-achtig, weet je wel, een world event. Ja, en ik denk dat ze daar wel zwaar op willen leunen. Want dat voelt natuurlijk wel gaaf. Dat er dan ineens een soort van baas in het veld staat. Waar tig van die druïdes en tovenaars en barbaren op afrennen. Dat is gewoon super episch. Dus ik snap ook. Dat. Ik denk ook zeg maar hoe ze online hebben verwerkt erin en hoe dat werkt. Want je, als je in een dungeon bent, loop je gewoon alleen in principe. Behalve als je echt in een party zit. Maar inderdaad, in de overworld. Waar dus inderdaad ook die events zijn die jij noemt, top. Want dat is inderdaad ook nieuw, of in ieder geval. Dat hebben ze anders ingestoken. Dat is echt tof. En dat had denk ik ook nog steeds gekund. Maar ze hadden ook nog steeds die offline optie gewoon kunnen toevoegen. Ja, Kevin's voorstel is inderdaad wat we gewoon willen in een toekomstige patch. Want inderdaad, als je gewoon de mogelijkheid geeft om dan ook offline te spelen. Ja. Maar dan staat er gewoon heel even bij van, hey, dan mis je dit en dit. En je kan wel samenspelen, maar dan moet je het zo en zo doen. Als dat een beetje mooi gesplitst kan worden, dat kan nog steeds. Ik betwijfel of Blizzard het gaat doen, maar dat zou wel natuurlijk... Dat kan prima, maar ja, dat moet Blizzard willen. En ik denk niet dat ze dat willen. Willen, ja. Nee. Ja, ja. Dat zal dan wel niet, maar dat zou the way to go zijn. Maar het is inderdaad wel, met het behoud van games heb je toch dan zoiets van, ja, please laat het me dan ooit een keer over 20 jaar downloaden en een privé server runnen en dan hebben we alsnog lol erbij. Ja. Nog andere dingen bij release of waarvan je zoiets hebt van, waarom hebben ze dit gedaan? Of is er dat eigenlijk totaal niet buiten het always? Ja, nou, ik denk waar niet van veel commotie over was. Ik heb er zelf eigenlijk nog nauwelijks naar gekeken, maar er zit natuurlijk wel een grote shop in ook. Met allemaal cosmetics. Het zijn alleen maar cosmetics hoor. Het is alleen maar coolere outfits. En waar mensen echt bang voor waren is dat ze dan geld moesten neerleggen alsnog bovenop de aanschafprijs om coole outfits te maken. Nou, dat valt allemaal wel mee. Er zitten wel echt gewoon vette armor in. En genoeg items in die je gewoon kunt verzamelen zonder ooit een euro extra te betalen bovenop de €70 dat de game kost. Maar het is wel zo van, ja jongens, voor wie zit het erin, waarom? En had dit nou gemoeten en zeker zo duur? Dus ik snap dat daar wel kritiek op is. Diablo Immortal, de mobile game. Maar het is optioneel. Het is optioneel, klopt. Maar ik snap wel dat mensen hier boos om zijn, dat ze dit niet willen in deze games. Dat snap ik heel goed. En ik denk ook wel dat Diablo Immortal daar niet aan heeft bijgedragen, dat mensen daar nog sceptischer op zijn. Ik ben daar ondertussen wat genuanceerder in geworden. Ik sta meer aan de kant van Tom, inderdaad. Het zijn cosmetics. Het is leuk dat het erin zit, maar je hoeft het niet te kopen. En ja, ook, het is een live service game nu. Dat is gewoon de insteek die ze ervan hebben. Ja. Continu onderhoud en het gaande houden van een game kost gewoon geld. En dat moet ergens van betaald worden. En ja, de game is €70, maar daar worden de productiekosten in principe voor een groot gedeelte. Ja, dat denk ik niet. Als je zeg maar bijvoorbeeld naar een GTA online, naar GTA Online kijkt, of naar GTA, dus GTA 5. GTA 5 is gewoon gemaakt. Die heeft gigantisch veel geld opgebracht bij de verkoop. Is ook offline te spelen. Daarmee zijn de productiekosten ruim gedekt. En dan ook nog een paar bonussen van de CEO, zeg maar. Dus, zeker. En vervolgens zeker. Hebben ze die GTA trouwens. Online. En daar wordt nu gewoon, geld geharkt. En dat is prima, hè? Mensen betalen voor, bij Diablo 4 had dit niet allemaal gehoeven. En live service game wil ik het ook niet direct noemen. Ze zeggen wel, we gaan met updates komen. En er zijn op zich ook al uitbreidingen in de maak. Maar ja, het model wat we hadden is gewoon, je bouwt een game, die verkoop je. En dan voor nieuwe content, speelbare content, vraag je opnieuw geld. En dat is helemaal niet erg. Kijk, behalve Hello Games die maar gratis shit blijft uitbrengen voor No Man's Sky. Waarvan ik denk, jongens, alsjeblieft dat je een betaalde uitbreiding maken. Anders houdt dit nooit op. Of het houdt zo meteen wel op en dan zijn ze gewoon failliet of zo. Maar nee, maar ik bedoel, dat zou bij Diablo 4 prima kunnen. Dan kunnen ze prima opdraaien. Ja. Want dat doen games al jaren. En dat hoeft echt niet te veranderen. Ze willen gewoon meer geld verdienen. Nou, dat kan. Maar ik blijf toch wel een beetje zitten van... Is dat ook niet... En dit is niet om per se alle armor 6 van €25 de stuk te verdedigen of zo. Nee. We betalen nog steeds €70 voor een game. Terwijl productiekosten veel hoger zijn geworden. Dat klopt. En in principe 10 jaar
12 jaar geleden, betaalden we ook al €60 voor een game. Dus ja, inflatie-wise gezien... Ja, en inflatie wordt dus al wel gecorrigeerd. Niet helemaal volledig inderdaad. Maar games zijn wel duurder geworden. Want we zijn met de PlayStation gewoon €10 of meer omhoog gegaan. Ja. Dus nee, op zich, het is duurder geworden. En ook als mensen zeggen van ja, de games kosten nu €70, €80, dat vind ik belachelijk. Dat is een hoop geld. Dat wil ik niet zeggen dat het geen hoop geld je betaalde is. Maar... Je betaalde vroeger ook €100 voor een nieuwe Nintendo 64. Dan zit je helemaal weer met inflatie en omrekenen. Goed. Tuurlijk. Ja, dit ja, maar, is sowieso niet de game om het te hebben over de prijs, denk ik. Want dit is misschien wel de game waar je het langst verslaafd aan kan zijn. Dus voor die €80 kun je goed honderden uren kwijt zijn. Dus het is een beetje whataboutism. Ik zou zeggen dat het is niet een miskoop als jij hier €200 uur in zit. En de microtransacties kun je dan ook vermijden in die tijd. Dus dat is wel de discussie die momenteel met iedere game weer opnieuw naar voren komt. Ja, dat wel. Ja. €70, €80 kosten. Dat... Ik weet niet, ik wil gewoon dat de mensen die ze maken goed betaald worden. Ja, dat als ik daar als ik iets meer moet betalen, dan vind ik het goed. Als het om die redenen gaat. Hè. Niet inderdaad om Strauss Zelnick en Bobby Kotick en die hele bende wat extra dollars toe te stoppen. Laat ik het hier dan even, want inderdaad is het dus een discussie veel groter voor een hele aparte aflevering. Laat me hier dan even van mijn gedachten mee afronden waarom ik er toch nog steeds een beetje, waar ik bang voor ben, laat ik dat zeggen. Waar ik bang voor ben hier is dat... wat mensen dat zeggen van ja, op zich hebben je kunt nu genoeg coole outfits verzamelen en genoeg items zitten in de game. Maar ja, deze games draaien om de meest vette shit verzamelen en met het coolste pak rondlopen. Omdat jij die ene baas hebt kunnen verslaan en daar je best op hebt gedaan. Misschien wel 600 keer hebt verslaan, zoals dat in Diablo werkt. Ja. En net geluk hebt gehad om die dingen te verzamelen, net als dat in World of Warcraft zo is. En op het moment dat je zeg maar de vette outfits op een gegeven moment betaald gaat maken... haal je een beetje, of in ieder geval een deel, ik wil niet zeggen alles, je haalt niet het fundament om die game vandaan of zo. Helemaal niet, je kunt het nog steeds voor mij, je kunt die game nog steeds spelen en plezier hebben. Maar je haalt er wel iets uit weg wat niet zou hoeven. Nou ja, dat is denk ik een terecht punt inderdaad. Je moet de toffe shit die je in-game kan verdienen, moet je loshalen van wat je koopt, zeg maar. En dat weet ik niet hoe dat in Diablo zit, daar kan ik bijvoorbeeld alleen voor Destiny over spreken. In Destiny, raid outfit, zeg maar, dingen die je tijdens de raid verdient... kun je niet loskopen. Je koopt hele toffe outfits. Ik heb laatst een hele toffe armor set gebaseerd op Aloy uit Horizon gekocht. Super toffe armor set. Kun je verder niet in de game verdienen. Is nergens verder te krijgen. Daar moet je gewoon geld voor geven. Ja, hier staat het ook dan los, geloof ik. Hier zijn het precies. Wel echt twee takken. Dan heb ik echt zoiets, weet je. Ja, als jij 600 keer die baas hebt verslagen... en je hebt daar een fucking coole armor set in... dan moet je die gewoon kunnen showen, inderdaad. Ja. Maar die moet je inderdaad niet nog ook voor 2 tientjes kunnen kopen. Want dan wordt het... Dat is het niet, hè. Dat is inderdaad gescheiden, zoals Tom zegt. Nee. Maar ik ben er bang voor dat gaat gebeuren en dat je... Ja, terecht. Ja, toen je het zei, ook zoiets van bij Sea of Thieves is hetzelfde gebeurd. Ik heb in het begin van die game echt hele speciale dingen gedaan en toen de vetste shit gekregen. En nu verkopen ze zoveel vettere shit voor €5. Dus dat is een beetje, ja, soms... Die game is ook veel anders gegroeid. Ik denk dat ze bij Diablo wel meer erover na hebben gedacht over hoe ze dit zuiver uit gaan faseren. Want ik denk dat zij ook hun community niet af willen schrikken. Dus ik hoop, fingers crossed, dat ze daar een beetje netjes over nadenken. Hopen dat daarbij blijven. Ja. Dan is er geloof ik nog zoiets gaande als de race naar level 100. Ja, ze zijn... Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, want... ze hebben best wel iets vet gedaan. Een beetje Ready Player One heeft gezien of gelezen. Op zich wel een aardig boek. Ook op hoop aan te merken. Maar een ding in het boek is dat andere aflevering. Dat ze dus zeg maar een soort van leaderboard hebben... wat dan in de hele game verschijnt van mensen die als eerste iets doen. En dat is dus in Diablo ook, als jij als eerste in de game hardcore speelt. Dus als je als eerste level 100 haalt op hardcore, zoals ik net vertelde, hardcore is de modus waarin je dus niet dood mag gaan. Want als je doodgaat, is je speelrun voorbij, moet je helemaal weer bij level 1 beginnen. Als je dus als eerste die level 100 aantikt op hardcore, dan kom jij in de game op een statue terecht met jouw naam voor de rest van de levensduur van Diablo, voor zover lang dat dan is. En de eerste 1000 spelers die dat doen, die komen daar dus op. Dus die worden vereeuwigd in het spel. Ja, in de game. Dus mensen zijn, en vooral streamers, zijn natuurlijk helemaal daar opgedoken en gaan kijken van, jongens, dit moeten we gaan doen. Helemaal voorbereid, beta gespeeld. En er is dus zeg maar echt een race gaande van wie gaat dat halen. En de eerste was meteen al woensdag, zeg maar. Dus het heeft al met early access erbij wel een goede week geduurd.
Maar op dit moment, ik denk... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 mensen hebben het nog maar gedaan. Dus het is best nog wel, dat is wel haalbaar. Het is haalbaar. En mensen zijn hier echt nog wel bezig. De meeste bekende die ik dan ken, streamer, is Shroud. Die heeft het volgens mij woensdag... vanochtend donderdag gehaald. Ah, ja. Met een druid die ik ook speel. Dus ik had het zien meteen, oh ja, druid is toch niet zo underrated als... zoals mensen zeggen. Maar ja, het is wel leuk om te volgen. En heel cool dat ze dat op die manier zo gedaan hebben. Om daar een beetje een echte community ding van te maken. Want iedereen is daar wel mee bezig. Streamers worden gevolgd omdat ze dus daaraan meedoen. En ja, het levert ook dramatische momenten op. Want ja, je kunt dus gewoon op level 99 doodgaan. En dan moet je opnieuw. Ben je alles kwijt. Ja, dat is super. Ik hoop wel dat die stats goed bewaard blijven. Want ik wil eigenlijk wel, weet je wel, de hoeveelheid permadeath pogingen wil ik wel op een gegeven moment gewoon een pdf van uit kunnen draaien. Van hoeveel al die karakters het overleefd hebben en hoe ze gestorven zijn. Ik vind statistieken gewoon leuk. Ja. Ergens een plekje waar een heel gedetailleerd verslag ligt van. Die was heel level. Ja. Dus uiteindelijk gesneuveld door een skelet in een dungeon. Het is een service game. Ze hebben al die data. Come on, geef me die data. Ja, precies. Dat is leuk. Twee platform dingetjes nog. Want dat was Tom, jij bent bezig op de Steam Deck. Of jij hebt hem aan de praat gekregen op de Steam Deck. Ja, Tom, net. Terug. Yeah. Net aan de praat gekregen. Er is geen Mac release voor Diablo 4. Daar hadden we het ook al kort over. En daar was een opvallend persoon die daar wat op aan had te merken. Hey y'all, I know there's a lot of terrible things happening in the world, but what I'm about to tell you is not on any scale like that. This is me kvetching about my favorite game, Diablo, which has been taken off of Apple. I use Apple computers. That's what I always used to play Diablo. It's my favorite gaming system. I like doing it on my computer. And suddenly now Diablo 4 is not available to me on my Apple computer. And I already bought Diablo 4. So this is what I'm asking you, Blizzard. Blizzard Entertainment, this is Whoopi. You know how much I love Diablo. I would like y'all to let those of us who use our Apples to play, allow us to play on the Apple. Take Diablo 4 and let us do it and have a great time. When you do the next launch, then you can say to everybody, we're not going to have you playing if you are an Apple person who is not going to change to something else. So give me my Apple 4, because I paid for it. I was all excited for it. I went to play on it. And I'm telling you, this really pissed me off. And I love my game. So let me keep my 4, okay? Tell me next time, say we're done on Apple. But let me have the 4. Let me play on the 4, because you made me so excited for it. That's all I'm asking. And for those of you who don't get it, don't listen to me. If you don't play Diablo 4, it doesn't make any sense. Don't spend time telling me how stupid it is that I'm talking about. This is what's pissing me off. These are the little things that irritate the hell out of me. See ya. Ja, wie je net hoorde is niemand minder dan legendarische actrice Whoopi Goldberg. En die kan Diablo niet op de Mac spelen. En daar is ze niet heel enthousiast over. Ja, Tom, vertel. Hoe zit dit? What the fuck? Ik wist niet dat Whoopi zo'n gamer was. Maar ze zegt zelf van, dit is mijn favoriete game. En ze speelt het altijd... Ja, wat ik dan grappig vind is dat ze zegt van, ik speel het graag op mijn computer. Dat ik zoiets heb van, meid, dat is niet alleen maar Mac. Je kunt ook gewoon even een pc'tje bouwen. Ja, maar ze maakt echt een punt van dat ze dus niet wil overstappen. Ja, maar dat... Come on, en ze kon dus Diablo 3 al wel op de Mac spelen. Dus daarom is ze nou zo boos. Heeft het blijkbaar dus, want ik las een artikel op Wowhead, die alle Blizzard games goed volgt. Blijkbaar heeft ze het één keer eerder laten vallen dat ze dus een groot Diablo-fan is. En dat was in de discussie over GTA 5 of zo. Van ja, is het dan wel goed dat we kinderen games laten spelen waarin ze mensen dood kunnen schieten? Ja. En toen zei zij, ja nee, daarom speel ik Diablo. Want dan hoef je alleen maar monsters te doden en dat is prima. Heeft iemand haar account gevonden al? Heeft iemand al haar account getracked? Ja, niet voor Diablo 4, want dan kan ze dus niet spelen. Nee, maar ze heeft de game wel gekocht, maar ik wil gewoon haar stats nu weten. Voor hetzelfde geld is het echt zo van, oh ja, nee, die meid is niet van Diablo af te slaan. Heel benieuwd. 1800 uur in Diablo 3 of zo. Maar mijn eerste gedachte was gewoon, paas die meid de Steam Deck. Kom op, doe niet zo moeilijk. Dit is het moment voor Microsoft of
fel om in te springen. Ja, 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 precies. Van, van, hier heb je een Surface Pro of hier heb je een Steam Deck, weet je. Ja, dit is een nou, marketingmoment om te pakken. Mijn tweede gedachte was dus dat Microsoft dit in kan gaan zetten voor hun cloud battle om Activision over te nemen. Zo van, kijk, als wij nou gewoon Activision over mogen nemen, dan zetten we Diablo op Whoopi Goldberg Mac via de cloud en dan zijn we er, right? Perfect world. Dat is nu de pitch. Whoopi Goldberg wordt de linchpin tussen Microsoft en Sony in de Battle of the Cloud. Dat is hoe het de geschiedenisboeken straks. Ja, Sony kwam aan met de Project Q en Microsoft komt met Whoopi fucking Goldberg. Ja, of andersom, dat PlayStation zegt, we sturen je in een PlayStation 5, want dan kun je Diablo spelen. Dat ze dan tegen alle commissies, de Europese commissie zeggen van, ja, Activision kan niet overgenomen worden, want dan kan Whoopi... Dan krijgen we weer een drama. Zij gaat Diablo 5 ook willen spelen. Ja. Wel grappig is dat Blizzard dus al wel gereageerd heeft. Of in ieder geval Rod Ferguson, een of andere hoogpief bij de ontwikkeling van Diablo, die daar nou betrokken bij is. En die zei op Twitter wel grappig, I did not have Whoopi Goldberg yelling at me on Instagram on my Diablo 5 for launch bingo card. Ja. Dus ze hebben het gezien bij Blizzard. Ja. Rod Ferguson overigens ook niet een of andere hoge pief, hè? Laten we dat wel. Nee, Rod is the guy. Ferguson is the guy. Rod is the man. Ja, het is de Robert zit echt zo van, wie is dit? Het is de general... Ik kan meer zien, ik hoef hier niet zijn hele cv op te gaan lezen, maar fijn dat jullie het even verduidelijkt hebben. Nee, ja. Gears of War, hij heeft heel veel aan Gears of War en Bioshock. Hij is de guy achter eigenlijk... Allebei niet gespeeld. Ja. Ja, en daar ga je de mist in. Ja. Nee, maar goed, we spelen nu Diablo. We spelen nu een hele goede game van hem. En dat is Diablo. Daarom, ja, terecht. En hij kan dus wel op Mac, maar dan moet je heel veel omwegen nemen. En dan werkt het nog niet heel super. Dus ja, hopen dat die M2, wat is het? Proton-achtige variant snel gaat werken. En dat daar Diablo 4 ook op gaat werken. Goede emulator. Over omwegen gesproken om je game aan de praat te krijgen. Robert, Tom, jij bent hem op Steam Deck aan het... Ja, en hij werkt nu. Maar het is wel een klein gedoe. Hij werkt nu. Ja, ik had hem op mijn PC geïnstalleerd en ik had die Ally nog liggen. Ik had zoiets van, hup, daar dan ook op. Maar de Steam Deck is natuurlijk wel een ding, omdat het alleen een Battle.net game is en niet een Steam game. Oh ja, ja, maar ja. Maar daar kwam ik dus nou achter dat tegenwoordig best makkelijk met bepaalde launchers ook geen probleem is om die gewoon op Linux te installeren met die emulatielaag. Dus wederom met Proton. Ja. Maar het is een beetje moeilijk heen en weer tussen zeg maar je Steam-laag op de Steam Deck en de Linux-laag. En daar moet je een beetje klooien. Maar uiteindelijk kan je hem niet gewoon als kan je hem niet uiteindelijk gewoon als of de launcher of de game als game in je Steam library of tenminste in ja dat is de hoe je het doet, maar je het is een heel proces. Je begint met de Battle.net non-Steam erin forceren en daarna de game installeren. Die komt weer op een hele rare soort van emulatieschijf te staan. Die emulatieschijf moet je dan weer een executable linken. We zetten zetten we in de show notes. Ja, doe die handige video maar. Die handige tutorial video. Ah, die mag in de show notes. Maar hij draait goed. Dat is natuurlijk... Ik heb hem nou op dus de native resolutie van de Steam Deck. Dus dat is die 800p. En je kunt hem op 60 frames per seconde zo om en nabij wel draaien. Je moet hem dan wel echt low inzetten. Ja, en, gewoon handheld speelbaar is. Ja, maar zeker ook met de, wat is het, Super Resolution van Radeon, van AMD. Oh, ja. Dan zit je echt, kun je hem gewoon prima spelen op de Steam Deck. Dus de Ally zal hem waarschijnlijk net iets beter behappen. Ik had gehoord dat je daar ook best wel makkelijk 1080p kan of wat hogere framerates. Oh, ja. Maar knap, het is een goede game voor de Steam Deck en de Steam Deck is goed voor de game. Dus dat, ik heb Diablo 3 zeg maar het meest gespeeld uiteindelijk op de Switch. Ja, ook een goeie. Gewoon dat je dan gewoon op de bank kon zitten of onderweg. En dan gewoon, dat kan natuurlijk nu niet onderweg, want always online. Maar dat je gewoon op de bank zit en gewoon kunt lekker gewoon monsters kunt mappen. Terwijl je een beetje tv kijkt of ja. Ja, het is ook een goede podcast game trouwens. Dat, ja, precies, ja, dat geloof ik wel. Ja, podcastje op en dan. Je kan hier ook prima een stream of zo bij aan hebben. Of, en dan zet ik noem dat dan podcast games, maar dat kan alles zijn. Als zet je porno daarnaast, dat is prima. Opvallende keuze, maar oké. zeker aangezien we al moeder Lilith hebben, maar oké. Ja, mommy, sorry, mommy. Sorry. Dus, ga ik Diablo 4 spelen? Ik denk het voorlopig nog steeds niet, want sorry jongens. We hadden een plekje voor je gemaakt in onze clan. In de clan. Je moet wel druid zijn, want Robert is druid, ik ben druid, dus nu kunnen we niet meer variëren. De druid boys. Nee, waar het voor mij
Ik denk dat voor mij niet eens zo heel zeer op de gameplay stuk loopt. Want ik denk dat dat voor mij ook prima kan klikken. Het is vooral het steltje wat mij gewoon niet lekker ligt. Zou zoiets in een toffe sci-fi of moderne setting zijn, dan zou ik er misschien al heel anders in staan. Maar dat is misschien de Ascent. Is de Ascent? Is dat ja, niet de... Ja, dat is... In a way? Ja, dat zou wel kunnen inderdaad. Die heb ik nog nooit echt gespeeld, maar die staan nog wel op mijn lijstje inderdaad. Dus zoiets inderdaad, dat is denk ik meer mijn ding dan... Ik vind dat duisteren, ja. Het is wel een beetje... Ik snap dat je het heel imposant voelt, heel edgy, maar je zit er zo in. En het is niet gory of zo. Het Dungeons and Dragons... Nerdy, zeg het maar gewoon. Nou ja, nee. Dark Fantasy doet mij gewoon niet zo heel veel. Ja, oké. Ja, dit is wel meer dark dan fantasy, dat zeker. Nou, dan kunnen we dat afronden in ieder geval. Dan gaan we nog even naar de nabranders, want dan kunnen we daarna... Dingen die Kevin wel gespeeld heeft. Dingen die ik wel gespeeld heb. En Summer Game Fest kunnen we dan in. Dus we gaan snel de nabranders doen. Wat houdt ons momenteel verder bezig? Kan natuurlijk van alles zijn. Hoeft niet eens per se games tegenover cultuur. Er zijn ook op de tafel vaak wel op neer. Tom, mag ik bij jou beginnen naast Diablo 4? Ja, dat mag. Ik pak er weer eentje van de backburner, want deze is volgens mij, hebben we 2 weken terug afgekeken. Maar The Marvelous Mrs. Maisel is helemaal afgerond nu en dat is een fantastische show. En volgens mij had ik hem nog nooit meegenomen als nabrander. Nee, volgens mij ook niet. Nee, maar dat is een dijk van een show. Sowieso qua series, we hebben Succession, Barry schijnt heel goed te zijn. Heel veel goede series gehad de laatste tijd. Marvelous Mrs. Maisel nu ook afgerond. Ik zou zeggen, als je iets hebt met comedy, dan moet je dit sowieso al checken. En laat je dan vooral niet afschrikken, dat is ook wel heel unwoke trouwens, dat het gaat over een vrouw, weet je wel. Een vrouwelijke comedian. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen nu zeggen van, oh, het zal wel weer een beetje soort van tegen mannen trappen zijn of zo. Dat is het allemaal niet. Het is gewoon fantastisch geschreven. Het is super rappe comedy. Dit is ook van de maker van The Gilmore Girls of Gilmore Girls. Oh ja. Nou heb je me. Ja, zie je. Want die heeft een bepaalde stijl van schrijven en regie. Ik weet niet precies, het verschilt af en toe een beetje wat ze precies doet. Maar zij maakt series die gewoon heel rap zijn. Met een hele soort van witty, snelle... bijna staccato manieren van grappen erin mikken. En dan komt dan ook nog eens een keer bovenop dat dit fantastisch gedaan is met het karakterwerk. De decors zien er fantastisch uit. Alle kleding is tot in de puntjes perfect. Want het speelt zich natuurlijk af in de jaren 50, 60 zo ongeveer. Het ziet er allemaal zo goed uit. Je zit er zo lekker in. Dus als je iets met comedy hebt, pak dit gewoon op. Hij staat op Prime, geloof ik. Prime Video. Ah, Prime. Nog een serie waar we het goed mee kunnen vergelijken? Iets waar het een beetje... Ik denk Gilmore Girls, maar ik denk ook wel een beetje... Kijk, qua toon niet, maar bijvoorbeeld als je Mad Men vet vond... Een beetje toch ook een timepiece, hè? Dat je toch een beetje teruggaat post-oorlog, andere tijden. Want er zit ook heel veel... Dus jij zegt, er is een serie die een soort van kruising is tussen Gilmore Girls en Mad Men. Ja, dat is dit eigenlijk, ja. Maar dan... laten we snel gaan afronden, want... Summer Game Fest kan aan mijn reet roesten. Kan toch gestolen worden nu, ja. Marvelous Mrs. Maisel, weg Jeff Keighley. Klinkt heel goed. Oké, nee, check. Dat gaat Robert dus volgende week uitgebreid verslag van brengen. Robert, waar ben jij momenteel mee bezig? Want in de show notes staat alleen Redacted. Dus ik ben heel benieuwd. Oeh. Ja. Nee, dit heb ik op het laatste moment er even... Ik dacht, ga ik dat nou allemaal uittikken? Nee, dat ga ik niet doen. Het is ongeveer een half uur geleden gebeurd namelijk. Ik had vandaag geen leuke dag. Mijn videokaart is er opnieuw mee dus ik ben hem sowieso weer een maand kwijt. Of ik moet een nieuwe, of ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar goed, ik was goed pist. Dus heb je een Steam Deck gekocht? Ik heb een Steam Deck gekocht. Ja? dat is hier. Ik dacht, ik moet zeg maar zo meteen Diablo toch... ergens. Ja, geen spelen, dat kan. Het is goed op de bank. Ja. Dus, ik heb hem vanmiddag besteld. Ja, lekker. Ik ben ook heel benieuwd wat je ervan van gaat vinden. Wat leuk. Ik heb hem natuurlijk al wel even bij Van Tom. Ik heb die via jou al eens even vast gehad. En bij een vriend ook al eens even 10 minuten gespeeld. Maar ik heb hier echt zin in. Ja, goeie. En het verzachte pijn van... Dat slaat helemaal nergens. Die gewoon maar niet wil werken. Ja, die slaat helemaal nergens op. Hij is al 2 keer doorgebrand dus, hè? Weet ik niet. Want ze zeggen niet wat er aan de hand was. Ja, dat is niet netjes. Ja, is niet netjes, maar goed verzacht. De Steam Deck gaat de pijn verzachten. Ja, zeker. Ah, mooi man.
Wanneer komt hij binnen? Vraag op teken. Ze zeggen 1 tot 2 weken, dus ik ben heel benieuwd. Ja. Het is veel sneller in Nederland, want het depot zit hier. Dus dat... dat is net. Ja, je kunt er beter van uitgaan dat hij eerder is. Sorry als hij nou later is. De Marvelous Miss Maisel kan ik niet uitkijken voordat hij komt waarschijnlijk. Nee, dat denk ik niet, nee. 5 seizoenen. Oh, shit. Oké, nice. Ik zelf ben momenteel met Control bezig. De trippy shooter van Remedy Entertainment. Vet. Blijft zo'n goede game. Ik heb hem... Hij stond op PlayStation Plus of zo, heeft hij een tijd opgestaan. Of de stream, of tenminste die abonnementsdienst van PlayStation. Maar nou zag ik hem toevallig bij de Xbox Store in de aanbieding afgelopen week. Voor een tientje, voor de Ultimate Edition, alles in zit, zeg maar. Nice. Inclusief de Alan Wake expansion. Ik had de expansions nog niet gedaan, zeg maar. Er zijn 2 expansions uit voor de game. Eentje de Foundation en eentje dan de Alan Wake expansion. Ja, in aanloop naar Alan Wake 2 kon ik deze toch niet laten liggen. Om toch nog even te kijken hoe dat bruggetje geslagen wordt tussen Control en Alan Wake. Dus je doet het vooral voor de DLC eigenlijk, want... Ja, ik had de base game had ik al uitgespeeld op de PlayStation. Helaas moest ik de base game opnieuw spelen op de Xbox, omdat je de expansions niet kan doen voordat je de base game hebt gespeeld. Dus ik ben op afgelopen zondag moordend tempo door die game heen geraced. Hij is niet super lang, toch? Nee, ik denk dat hij 1 uur of 8 is. Als je ook de cutscene... Als je de cutscenes ook veel kijkt en als je op je gemak speelt. Nou, ik wist met de base game al redelijk wat ik moest doen. Dus speedrun. Dat was gewoon, dat was echt gewoon cutscenes overslaan en door die game heen branden. Maar toen kon ik wel de expansions doen. Dus dat was. En de expansions zijn ook zeker wel de moeite waard. Dus hij is nou weer terug naar €40. Dus dat is jammer. Maar als die weer een keer in de aanbieding is, ook voor €15 of €20, echt nog zeker een uitstekende game om te pakken. Ik zit dus nog steeds ergens halverwege die game. En dan eens in de zoveel tijd probeer ik hem weer op te pakken. En het is ook vaak wel een beetje een benchmark game voor mij. Van ik ga even kijken Het is nog steeds een mooie game. Een hele mooie game. En ook met raytracing al vrij vroeg ingezet en zo. Ja. Dus het is meer een benchmark game geworden dat ik dezelfde missie telkens speel. Dan dat ik moet nog steeds een keer even er helemaal doorheen. Ja. Maar dit helpt wel, zeg maar. Het is zo Des Remedies en het is zo fucking trippen heel de way through, zeg maar. Ja, dat maakt hem wel ontzettend tof. Ja, het klikte ook wel, maar op een gegeven moment, I don't know. Zit je gewoon vast of zo, ik weet niet. Dat snap ik wel. Dus ja, ik moet nog de Alan Wake expansion moet ik nog uitspelen. Dat duurt nu wat langer, want ik zit sinds gisteren met mijn duim in het verband. Dus je hebt iets minder controle op dat moment. Dankjewel, Robert. En op dat hoogtepunt, Robert, die weer eens een woordgrap maakt, gaan we afsluiten. Dit was Iedereen vond dat leuk, aflevering 23 alweer. Vond jij deze podcast nou ook leuk? Dat vinden wij ook leuk. Laat het ons dan vooral weten door een recensie achter te laten op Apple Podcasts of Spotify. En vergeet ons daar ook niet te volgen natuurlijk. Je kunt ons ook volgen op social media. Dat is @vonddatleuk op Twitter of Instagram. En natuurlijk de Pixelvault kanalen via @pxlvlt op de bekende platformen. Robert, waar kunnen mensen jou volgen? Of jouw grafiekaart? Deze week kun je mij volgen in Sanctuary. ik ben een grote druid die in werbervorm hangt. Wat is je username? Dan kunnen mensen misschien uitnodigen. Dan is het... Dan moet ik mijn battle. Ja, dan moet die cijfertjes. Ja, niemand onthoudt zijn cijfertjes. Maar als je een grote druid ziet lopen die Rybard heet, dan ben ik dat. Nice. Tom, waar kunnen mensen jou volgen? Als je een grote druid... Ja, als een andere druid. Het lijkt me leuk om misschien toch ook wel wat gewoon Diablo te gaan streamen of zo. Zullen we dat gewoon een keer oppakken? Ja, Oké, dan is het twitch.tv. Hou de Discord in de gaten en dan komen we het aan. Ja, dat sowieso. Kom lekker langs op Discord. Het is gewoon leuk om lekker te babbelen. Ja. Wat was je Twitch nog een keer? Want ik denk dat het niet goed was. Oh ja, dat is hetzelfde als altijd. Het is gewoon Tom Kauw. Maar het mag ook op Twitter voor de shitpost en zo. Dat mag ook. Vind ik ook leuk als je daar langskomt. Ja, nou, als je niet een grote druid ziet, dan ben ik het. Want ik zit niet in de Diablo hier. Ik zit nog steeds op Twitter. Ik heb veel takes deze week. Dat is op @kevr. Dat is KIVVR. Bedankt voor het luisteren, jongens. Bedankt voor jullie Diablo-uitleg. En ik zeg tot de volgende keer. Houdoe. Hi, hi. Hi, hi. Mooi.